We zijn vandaag op vliegveld Teuggen en we zijn afgelopen week bezig geweest om onze hoogspanningsverbindingen in te vliegen. Met deze helikopter verzamelen wij data van onze hoogspanningsverbindingen. En met deze data kunnen wij ervoor zorgen dat wij beter zicht hebben over de maximale belasting van ons hoogspanningsnet. Om ervoor te zorgen dat we de veiligheid van onze omgeving sneller en beter kunnen adviseren. En tegelijkertijd, door deze digitalisering, zien we echt mogelijkheden om intern onze processen efficiënter in te richten. Deze data zorgt voor een grotere veiligheid van onze hoogspanningsverbinding, doordat wij dan real-time eigenlijk zicht hebben op de maximale veilige werkhoogte voor de omgeving. Dus stel je voor dat een aanvrager komt die een schuur wil bouwen, kunnen wij gelijk zien hoe hoog hij of zij de schuur kan bouwen zonder dat er overslag gaat plaatsvinden. En hiermee waarborgen we ook de veiligheid voor mensen in de nabijheid van ons hoogspanningsnet. Dit project draagt ook bij aan het voorkomen van volle netten. Dat wil zeggen, met deze data hebben wij zicht op de maximale belasting van zo'n geleider. En daarmee kunnen we ook goed uitrekenen of er meer stroom over de verbinding getransporteerd kan worden, dan wel dat wij daarvoor een nieuwe verbinding moeten realiseren.